De wind zat tegen en goed ook. Ik trapte me een ongeluk om ook maar een paar meter vooruit te komen. Zeker nu we in de Noordpolder fietsten, waar de wind helemaal vrij spel had. God allemachtig, kreet ik. Voorafgaand aan de fietstocht had Bob Dylan zich onherkenbaar vermomd. Zijn haar had hij volledig weggestoken onder exact zo'n witte muts als die IJsje onlangs van Angela gekregen had. Natuurlijk speelde de helse tegenwind hun ook parten. Nog een paar kilometer vol in de wind en ze waren in Noordpolderzeil. Ergens was het maar goed ook dat die twee nu al zo ver weg waren. Toen ik nog dicht achter hen fietste, betrapte ik mezelf erop dat telkens wanneer Dylan iets van zich afspuugde, ik mijn hoofd opstak om het speeksel op te vangen. Jongen, jongen, ja. Hallo, mooi. Hallo. Hoi, hoi, hoi. Oh. Ja, nou ja. Dit is het Silo's, hè, Noordpolderzeil. En hier is het dus gebeurd. In 1995. Dylan had net een dag ervoor had hij opgetreden in Martini Plaza in Groningen. En ze hadden nog een dag had hij vrij. Nou, hij had verhalen gehoord over dit land, over het landschap. Wat natuurlijk nogal wijd en uitgestrekt is. En voor Dylan was het net alsof hij terug was in Minnesota, waar hij vandaan kwam. En het trof hem behoorlijk. En hier heeft hij dan een kop koffie gedronken. Kijk, we hebben hier natuurlijk de stamtafel, dat is hier. Ja. En de stamtafel, ja, het zou kunnen. Je hebt een heleboel stoelen aan de stamtafel, maar ik denk niet dat het dat hij hier zat. Waarschijnlijk een grotere kans dat Dylan hier zat, waar deze meneer zit. En dat hij misschien uit dit kopje heeft gedronken, ja, of misschien uit dit kopje. Jazeker, zei de waard. Bob Dylan heeft hier in 1995 koffie gedronken. Uit dit kopje, vroeg Han. Plus bijbehorende schotel natuurlijk. Han bestudeerde het bewuste kopje in de vitrine. Op het zwart geëmailleerde naambordje ervoor stond te lezen dat het kopje was van Bob Dylan. Maar ik vermoed dat hij eigenlijk daar gezeten heeft. Een beetje teruggetrokken. Een beetje de plek waar hij een klein beetje kon zien wat hier buiten leefde. Wat hier buiten aan de gang was. En dat is niet veel aan de gang. Ja. Maar je ziet dat er is niks. We hebben hier niks. En toch is dit een van de mooiste plekjes van Nederland. Want ik bedoel, zelfs in dat niks. Daar hangt iets rondes zo in, daar hangt iets in de lucht daar en zo. Dat wil je gewoon niet te veel missen als je hier te lang van huis bent. Je hebt een boek geschreven dat gaat over die confrontatie tussen stad en land. Fietsen met Bob Dylan. En daarin beschrijf je de hoofdpersoon die met zijn moeder in dit café gaat zitten. Ja. Hier. Ja. En dan schrijf je, dan zat ze hier in haar eentje aan tafel en staarde over het land uit. Dat in het niets was en naar het niets toe leidde. Net als de donkergrijze zee aan de andere zijde van de dijk. Ja. Ja, zo is het ook een beetje hier. Zo is het ook. De meeste bezoekers voelden zich zo bedrukt door de nietsontziende ruimte dat ze liever op zichzelf bleven. De enige die wel eens iets tegen mijn moeder zei, als ze in het Silo's in een hoekje zat, dat was de waard. Met kerstmis stuurt Bob Dylan me nog altijd een kaart, glimlachte hij. Heb je die hier ook? Vroeg aan. Nee, zei de waard, die bewaar ik natuurlijk thuis. Dat is immers persoonlijk. Ik wil niet dat de gasten denken dat ik mijn vriendschap met Dylan commercieel uitbuit. In fietsen met Bob Dylan komt in dit café, op deze plek, alles samen. Bob Dylan, de afkeer van de stad, de zucht naar een plek waar alles voor altijd hetzelfde blijft. Waarom juist deze plek voor jou? Ik weet ook niet wat het is. Ik denk dat Dylan het misschien zelf ook niet weet, maar Dylan voelt zich ook verbonden. Met iets dat meer is dan wat we direct voelen, maar het is er wel. En ik denk als ik hier ben dan. Op een of andere manier voel ik het ook, want ik bedoel, ik denk dat iemand het net zo goed zou kunnen voelen in Amsterdam, maar ik voel het hier en ik denk dat dat heel belangrijk is, voor mij dan. Dylan had God gehoord.
Niet de boosaardige of onverschillige God uit de Koran of de Bijbel, maar de goedaardige God van mijn moeder. Het onverklaarbare stukje tussen hemel en aarde. Nu waren het alleen Dylan en ik die nog aan tafel zaten. Ik voelde me enorm opgelaten. Je zit nou de hele tijd al bij ons aan tafel, zei hij. Ik voel aan je geschuif en gedraai dat je erop brandt iets tegen mij te zeggen. Nou ja, dat was zeker waar. Ja, wat moest ik hem zeggen? Hoe kon ik hem duidelijk maken wat hij wel niet voor mij betekende? Een minuut gleed voorbij. Ik opende mijn mond, terwijl ik nog steeds niet wist wat ik zeggen ging. Bedankt, zei ik uiteindelijk. Een simpel bedankje was verdomme het enige wat ik op dit moment wist te zeggen. Dylan keek me verwonderd aan. Toen ook Dylan begreep dat het hierbij bleef, verscheen een dun glimlachje op zijn lippen. You're welcome, glimlachte hij. Daarna zette hij zijn amberkleurige zonnebril weer op en drukte zijn vork in de koude appeltaart voor hem op tafel. Stel dat het boek een bestseller wordt. Ja. Je verkoopt 100.000 exemplaren. Ja. Je krijgt een groot contract aangeboden door De Bezige Bij. Ja. En je moet veel optredens doen in de Randstad. Ja. Zou je dan overwegen om te verhuizen naar Amsterdam? Nee. Het is goed hier. Dit is iets van... De eerste keer dat ik echt gelukkig was, was hier. En misschien hoop ik dat ik ooit weer zo'n moment... En die momenten zijn daarna ook geweest, maar... Het was steeds hier. Ja. En dan is het geweldig om schrijver te zijn. Om vanuit die bron te kunnen schrijven. Het lijkt mij het mooiste cadeau wat er is. Ik bedoel, ik kom uit een dorpje aan zee. Ja. In Marokko, waar iedereen is weggegaan. Ja. Het is zo arm als de pest. Ja. Maar als ik er terugkom, dan raakt het me midden in het hart. Ja. Ik weet niet waarom. Dat is toch fantastisch. Ik weet er ook niet waarom je... Ik weet niet, het is zo'n... Misschien is het losverbondenheid of zoiets, dat je denkt van... Voor mij is het losverbondenheid, denk ik. Ik heb alle kansen gehad om, weet je wel, in Amerika te zitten of in Australië te zitten. Zelfs in Duitsland. En ik ben blijkbaar, zit ik hier. En dit is dus waar ik... Nou, ik ben nu 50, dus dit is toch echt wel zo langzaam de plek waar ik wezen moet. Before I go.